wij hebben ons geëngageerd om tegen 2035 CO2-neutraal te zijn in transport. Onze eigen transport, met onze eigen mensen, onze eigen vrachtwagens. Ook met de partners die bij ons samenwerken, die voor ons rijden. Maar ook bij al onze leveranciers, al de aanlevering van de goederen. Van die drie CO2-neutraal te krijgen. Ja, met de eigen vloot hebben we op dit moment 40 vrachtwagens. En daar is de bedoeling dat we tegen 2030 eigenlijk al die vrachtwagens, oftewel elektrisch, batterij-elektrisch, oftewel waterstof-elektrisch hebben. Daar hebben we verleden week al een grote meeting gehad. De volgende week, nu zaterdag, nog een grote meeting. Om te kijken samen met hen, wat zijn de bezorgdheden, wat zijn eventueel opties dat we samen kunnen aanpakken. Ja, leasingmodellen, wat is eventueel ook vanuit de regering steun die we gaan moeten krijgen om die transitie te doen. Want zo'n elektrische vrachtwagen of een waterstofvrachtwagen is niet goedkoper dan gewoon vandaag een dieselvrachtwagen. Ik denk dat iedereen in de sector, en ik denk dat het uiteindelijk niet alleen bij Colruyt gaat zijn, maar ik denk dat het heel de sector gaat zijn, alle transportbedrijven. Tegen 2035, ik denk eerlijk gezegd dat er niet veel andere keuze gaat zijn op dat moment. Wij willen een pioniersrol spelen om samen met onze partners te kijken hoe pakken we dat aan. Want als het verplicht gaat worden vroeg of laat, dan gaat iedereen een beetje zijn plan moeten trekken. En wij pakken het liever nu aan, zodanig dat we samen oplossingen kunnen bouwen.